Ja. Oh, ik ben gewoon geprankt, jongen. Ik ben gewoon geprankt door een kijker. Yo, mensen van Oden, welkom bij een nieuwe video. Ik draag weer een prachtige donkere sweater op een donkere achtergrond. Want zo rol ik gewoon. En hoe wij ook vandaag gaan rollen, is dat wij rollend de prinses gaan bevrijden. Want ja, die is gevangen genomen. Het is een heel treurig verhaal. Ik weet niet precies wat het verhaal is, maar... Het gaat in ieder geval om dat er een prinses gevangen is genomen, oké? Okay? Yo, yo, brodo, dit is een map waar ik lang aan heb gewerkt. Dus ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik heb geen world edit gebruikt en geen hulp gehad. Enjoy! Dit is een plot met verschillende minigames. Regels 1, geen blokken breken, have fun en niet hacken. Niet hacken plaatsen of zo. Weet ik veel. Oh ja, helemaal vergeten. Je hebt ook een doel, de prinses vinden. Oh ja, natuurlijk. Wow, we waren bijna vergeten. De prinses is gekidnapt, wordt mishandeld. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat natuurlijk over dat je geen hacken mag plaatsen. Maar je moet er bevrijden. Heel veel succes. Dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hier mijn spullen. Eerste onderdeel, raad het logo. Wow, oké, dit is even moeilijk, want ik kan gewoon bijna niet zien wat hier staat. Dit lijkt op een B. Is dit... Yo, is dit van die koptelefoon Beats of zo? Volgens mij wel, ik weet niet. Het was Beats by Dr. Dre. Oh, ik had alleen geen Dr. Dre, maar ik hou niet van de dokter, dus... Ik vind beach vind ik echt wel goed genoeg. Beach. Tweede onderdeel, het doolhof. Oh jee, we gaan gewoon hierheen. En dan hierheen, en dan zijn we er niet. Oké, dan gaan we hierheen. Oh, en dan zijn we er ook niet. Oh nee, dit is verschrikkelijk. En dan moet ik hier ergens naar binnen, zeker. Oh, niet daarheen. Hierheen. Ja. Oh, ik ben gewoon geprankt, jongen. Ik ben gewoon geprankt door een kijker. Die was wel echt hard. Die zag ik niet aankomen. Ah. Is sowieso dat een van deze moet zijn. Of niet? Zit ik hier nu gewoon echt mijn tijd te verdoen? Ik weet het niet, want ik kan niet terug. Oh, het ging hier gewoon aan het einde. Lol. Ja, gehaald. Goed zo. Je bent al een stapje dichter bij de prinses. Snel naar het volgende onderdeel. Oké, we gaan... Onderdeel van wie is deze skull? Oh, dit kennen we wel. Dit moeten we weer raden van wie het hoofd is. Is het hoofd van Maisha? Of is het hoofd van D? Nou, ik herken op zich nog wel het verschil tussen het hoofd van mijn vriendin en van andermans vriendin of van D. Dus het is D of daar... Oh, het is Maisha. Oh, dat had ik echt nooit geweten. Oké. Ja, ik ga er niet eens op in. Is dit Sam of is dit Joost? Dit is Sam de Midnan. Is dit Enzo of Vincent? Dit is sowieso Enzo. Ik moet echt te vaak... Ik zie te vaak zijn hoofd in de survival en zo. Dus dat kan ik best wel onthouden. Oh, deze is moeilijk. Link of Wart? Nou ja, eigenlijk is het niet moeilijk. Ik weet niet hoe die van Wart eruit ziet eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. Sorry Wart, ik zal het de volgende keer opzoeken. Maar het is in ieder geval niet Link, want hij heeft een groen hoofd. Dus dan moet het wel die van Wart zijn. Bam! Is het van Notch, de maker van Minecraft, of is het van Vincent? Of is Vincent de maker van Minecraft? Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar ik denk dat het Vincent is. Ja! Is het van Quinn of van Joost? Oh, die vind ik ook moeilijk, want ik ken die allebei niet, hun hoofden. Wie zou er een bril op doen? Ik vind dat wel iets voor Joost, om gewoon een fancy bril op te hebben. Gewoon de fancy man, omdat hij ook gewoon meer abonnees heeft dan ik. En dan wil hij me pesten. En dan gaat hij cool doen met een bril. Dat doet hij altijd. Dus ik denk, Joost. Oh, het is toch waar ook. Verschrikkelijk, die man. Nee, hartje naar Joost. Maar is deze kop van Wouter of Wout goed? Of van ik mezelf? Nou, deze keer weet ik het wel. Het is mijn eigen hoofd. Oh, we zijn gevallen. Dit mag je vliegen. Oké, dan ga ik het ook zeker doen. Een beetje Formule 1. Waar moesten we heen? Die kant op, oké. Oké, en dan deze kant op, oké. Vierde onderdeel, zoek de verschillen. Oké, we zien hier, die staat anders. Daar is een extra blokje geplaatst. Daar is een extra blokje geplaatst, naast. En daar is nog één extra, dus dat is drie nu al.
Ik denk dat het gewoon 3 zijn. Yes! Ik wil er nooit te lang naar kijken, want uiteindelijk vind je ze toch wel. Maar het gaat juist om het snelle, de snelheid. Oké. Oh, deze is wel moeilijk. Oh nee, daar is gold. Nee, wacht even, daar ook. 0 verschillen. Ja, ik wil net zeggen, volgens mij lijken ze aardig op elkaar. Ik denk dat dit gewoon exact dezelfde dingen zijn. Denk ik. Geen verschillen. Oh! Nu klopt alleen de titel niet meer. Zoek de verschillen, want er zijn helemaal geen verschillen. Dus je kan ook niet zoeken. Nailed it! 5e onderdeel de quiz. Vraag 1. Welke rank heb ik op Dodocraft? Oh, dat weet ik niet. Maar je hebt geen command blocks gebruikt. Deze mooie knappe dingetjes die je kan gebruiken als persoon met een rank. Mocht je het niet weten. Kijk, wow, een hele custom command blocks. Dat is wel heel cool zeg. Die heb je niet gebruikt. Oh shit, ik krijg hem niet weg. Oké, gelukkig. dus ik denk haast geen rank. Ah, got it. Vraag 4. Wat is 4 tot de macht 4? Dus 4 keer 4. Nou, dat is alleen iets wat in de tafel van 4 dan zou kunnen zitten. Wat in dit geval niet 23 zou kunnen zijn, want het kan niet oneven zijn. 21 ook niet. En 26 verwacht ik ook niet, dus ik denk 1024. Yes! Wie doen allemaal mee aan Legends of Gaming? Is dat Don, Jeremy, Link, Quinn, Sam, Bart, Milan, Renzo? Wow, dat is een coole naam voor. Enzo en Ronald, zouden jullie ze shippen? Renzo? What? I would totally ship that. Renzo fanfiction komt er bij deze aan. Oké, even kijken. Melvin zit er niet in. Ik moet gewoon kijken naar degene die er niet in zitten. Want ik ga ze niet allemaal lezen. Kevin, ik weet niet. Mathieu? Nooit van gehoord. Dus die sowieso niet. Melvin ook niet. Moet ik alleen even kijken tussen deze twee. Quinn zit er wel in. Hier zit geen Quinn bij, dus dan is het deze. Oh, kan ik niet lezen? Ik wil hem hier lezen. Hoe heet op Minecraft? What? Hoe heet op Minecraft? Nou, ik las ze net Wout goed. Oh, is het met de hoofdletter? Gaan we serieus hoofdletter specifiek? Oké. We gaan voor 2 keer hoofd... Ah! Nee, heb je geen hoofdletter erbij? Ik vind dit is wel echt een classy naam. Nee, dit is ook een classy naam hoor. Maar ik had wel verwacht dat je een tweede hoofdletter had. Dat doe ik namelijk altijd. Bij alles wat ik doe. Dan doe ik gewoon een tweede hoofdletter, zodat je het heel duidelijk ziet. Had je alle vragen goed? Nee, de laatste niet. Sorry. Oké. Yo, rustig man. 5e onderdeel. Onzichtbare doolhof. We gaan gewoon naar rechts. En dan gaan we hier nog een keer naar rechts. Want ze proberen hier altijd te foppen. Dus dan gaan we deze kant op. En dan gaan we deze kant op. Ja. Fopper de fop, fop, fop. Oh, dat was toch niet zo moeilijk. Dat was helemaal niet moeilijk. 6e onderdeel. Find the lever. Ladies and gentlemen. Find the lever. Oké. Waar is de lever? Waarschijnlijk is het echt zo'n verschrikkelijk hoekje zoals dat. Ja. Zit hij misschien achter het water? Dat zou ook kunnen. Waar is die lever? Hey, ging het nou licht geven? Dat was een beetje vreemd. Ik heb mijn brightness. Laten we even voorop stellen, jongens. Mijn brightness is helemaal niet zo hoog. En ik heb een studiolamp in mijn gezicht. Dus ik zie helemaal niets. Dus dit gaat waarschijnlijk echt ongeveer 45 jaar duren, denk ik. Dat is wel een redelijk goede schatting. Ik zie echt helemaal niets. Lever. Zit die hieronder? Ja. Zit die hier? Oh, kijk. Hier kun je er ook gewoon in. Huh, er is een chest. Oh, die zit daar gewoon in. Moet ik hem eruit pakken of niet? Want dan kan iemand anders hem niet meer pakken. Of ben ik de enige die een chest kan? Ik denk dat ik de enige ben die een chest kan. Dus ik ga gewoon daar. Oh, het heeft ook gewoon echt een achterdeurtje. Zie je dat? Om het bij te vullen. Awesome. Oké, nou, ik pak gewoon de lever. En dan doe ik hem open. En dan maak ik hem wel weer even kapot. Anders hebben anderen... Zo. Anders kunnen anderen doorheen. Volgende, find the lever. Mooi farm. Maak ik dit kapot? Nee, gelukkig niet.
Ja, mag ik vliegen eigenlijk? Ik weet helemaal nooit of ik mag vliegen in dit soort situaties. Want anders zou die ook wel hoog kunnen zitten. Is die misschien hierachter? Kijk, bijvoorbeeld hier. Oh, nee, oké, dit verwacht ik haast niet. Lijkt echt een beetje op behind the scenes. Levertje, maar ik zoek dus waarschijnlijk een chest of zo. Chest. Ik zie geen chest. Dat is niet best. Waar ben je dan? Als ik vragen kan. Oké, nou ja. Ik zie geen chest. Maar dat had ik al gezegd. Ja, zit hij niet gewoon hier binnen? Het zou me ook niet verbazen. Nee, maar ik heb volgens mij elk hoekje hiervan wel gezien. Oké, nou ja. Misschien zit hij ergens in het water. Moet ik gewoon een beetje de rechtermuisknop drukken of zo? Hij zit gewoon hier. Nou, ik pak maar niet die lever, want dan kunnen misschien anderen hem nog gebruiken. Zo. Want ik weet niet zeker of ik de enige ben die een chest kan. Dat is een beetje het ding. Oké, cool. Hupsakee, we gaan weer een stukje vliegen. Rapido. Oh, welke kantio moet ik op? Oh, deze kantio. Zoom. Wat is hij snel, die man? Wat is hij snel? Zevende onderdeel, het parkour. Oké, deze gaan we gewoon in één keer doen. Komt-ie. Deze voor jullie, jongens. Deze voor alle jongens en meisjes thuis. Woep. Lekker. Yes. Oh, nee. Oh, shit, ik vloog veel te ver. Wat was mijn jump deze, hè? Oh. Ho. Oké, nog een keer. Ah, jeetje. Dit zijn zulke lastige snare jumps. Ah, oké, ik heb hem. Ik heb hem. Oeh. Oh, jeetje. Kom op. Rapida. Ejo. Wat? Wat is dit nou weer? Dit is zo'n stomme... Huh? Oh, ik moet vanaf deze kant springen. Ik dacht al. Ik sprong dus gewoon vanaf de verkeerde kant. Router, dat is echt heel erg slecht. Oh, je hebt de prinses gevonden. Bedankt voor het spelen van mijn map. Hopelijk vond je hem leuk. En Dodo, wil je alsjeblieft een bordje plaatsen? Nou, dat zou ik voor jou, jongeman, wel even doen. Omdat je ook Wout heet. Jee, dit is wel een sexy dametje hoor. Hallo zeg. Sexy prinses. Wow. Ik hou wel van zo'n sexy prinses. Kijk nou, de ogen zitten ook gewoon zo aan de zijkant. Het is super derp. En ze heeft een soort van vleugels. Ik vind het wel iets sexy's hebben. Houd haar. Kijk, dat is nou een mooie vrouw, dames en heren. Ik ga hier na de aflevering nog even een dingetje plaatsen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Knal dan even dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren voor meer video's. Wie weet red ik volgende keer ook wel weer een smexy prinsesje. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.